Yes jongens, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe calorie challenge. Vandaag ga ik proberen de 10.000 calorieën te eten. En eerst wil ik even wat vertellen over deze challenge, de regels en wat het precies allemaal inhoudt. Als je al bekend bent met calorie challenges, kan je doorspoelen tot dit. En dan gaan we gezellig eten jongens. 10.000 calorieën dus. Hoeveel tijd heb ik? Dat weet ik niet precies. Sommige mensen doen het in 10 uur, sommige mensen doen een hele dag over. Ik ga het zo snel mogelijk doen, maar ik wil het sowieso voor jullie halen. Ik heb vakantie, dus ik heb geen excuses om het niet te halen. Ik ga het doen, jongens. Daarnaast mag je in deze challenge niet je calorieën uit drinken halen. In principe moet je alleen eten, dat gaan we dus ook zeker doen. En je moet gewoon genieten van het eten. Ik eet normaal nooit zoveel, ik ben normaal iemand die heel gezond eet thuis. Maar vandaag gaan we lekker cheaten en daar ga ik zeker van genieten. Dus laten we gaan beginnen, jongens. Ik heb er zin in. Zo jongens, het is tijd voor de eerste maaltijd. Ik heb best wel een grote bestelling gedaan bij de Burger King en normaal kom ik hier nooit. Dus ik dacht voor de afwisseling is het even leuk om daar te komen. Ik heb hier een dubbele Whopper. Ik heb hier een Chicken Tender Crisp. En ik heb een Triple Bacon King. En deze burger bevat zelf al 1400 calorieën. Ik heb ook medium Twister Fries met ketchup en nog 20 onion rings. Daarnaast heb ik gewoon nog een Cola Zero. Want ja, zero hè, ik ben op dieet. Wow. Shit. Wow. Zo. Heerlijk. Kom ik er even naast zitten met een... Heilig trainje. Nee, lekker man. Zo. Zo. Het is trouwens 11 uur 48. Ik heb dus al gezegd, ik weet niet precies hoe lang ik over deze challenge wil gaan doen. Ik denk gewoon zo snel mogelijk. En dit is altijd het lekkere stuk van zo'n calorie challenge. Het begin, de eerste paar hapjes. Ik ga nu toch gelijk. Oh, die burger, jongen. Fitness! Oh, deze is echt lekker. Wat mij betreft win Burger King met burgers van de McDonald's en KFC. En jongens, ik ben benieuwd. Wat vinden jullie het lekkerste? McDonald's, KFC of Burger King? Laat het me weten. Ik heb vannacht ook extra veel gedronken. Want normaal bij calorie challenges merk ik altijd dat ik na een zoute maaltijd super veel dorst krijg. Dat ik een hele droge mond krijg. Dus ik dacht, misschien helpt dat. Ik weet niet precies of het gaat helpen. Ik heb ook zeer veel honger nog. En ik geniet echt. Boom! Eerste burger is weg. Dat is een heerlijke burger, ik kan niet anders over zeggen. Ik heb genoten. Next stop. Denk de dubbele Whopper en wat Twister Fries. Oei, oei, oei. Mijn favoriete burger bij de Burger King. De dubbele Whopper. Oh. Ja, dit is puur genieten. Dit is echt heerlijk. Even kijken, welke mag ik van jou? Nee, helaas. Nee, gadver. Haal het weg. Haal het weg. Volgende maaltijd roddelkraam. Nee. Absoluut niet. Twee burgers weg. Pleur, die vliegt er ook nog maar bij. Hoppa. Ja, alles gaat erin jongens. Nog twee hier. Ja, en nu gaan we die moeilijk doen. Natuurlijk, het begint nu iets lastig te worden. Maar je wilt dit.
Ik wil dit, bro. Besteld. Bro, ik eet het op, man. Ik eet het op, man. Ik ben een mannetje. Kim Burger, man. Cardio tijdens de challenge. Oh ja. Het is gewoon tactiek. Ja, vandaag staat er ook een gym sessie op de planning. Upper body. Ik ben blij dat ik met de grote burger ben begonnen, jongens. Want dit is echt een kleintje. Maar hij is wel super droog. Dus hij kauwt moeilijk weg. Maar ik kauw hem weg. Ik begin me al een beetje te voelen, jongens. Wel heftig hoor, 3 burgers. Ja, wat dat is, ik spreek uit ervaring. Bij zoete maaltijden word je sneller misselijk vaak. En deze man kan daar wel echt goed doorheen zetten. Maar bij zoutig is het toch echt het volle gevoel. Ook al heb je met dit soort maaltijden soms wel dat je gewoon al snel weer trek krijgt. Maar met dit soort grote porties, helaas niet. Ja hoor. Lekker. Burger nummer 3. Het zijn er nog 20, hè? Deze heb je nog niet genomen, toch? Nee, nog 20. En hoe zijn ze? Ja, wel oké. Wel een beetje droog. Ja. Toch nog best wel lekker, jongens. Gelukkig. Echt wat te doen. Ik krijg deze op, hoor. Wat erg, ja. Mannen! Je ziet het, jongens. Ik doe mijn best voor jullie. Jullie motiveren mij. Deze opper ben ik al over de helft. Nummer 17. Jezus. Dit is de laatste. Dit is de laatste. Dat is hem, jongens. Jezus. Dat is hem. Alles hier is weg. De eerste maaltijd. Jullie hebben het gezien. Ik heb mijn best gedaan. Ik ben best wel vol al. Een van de dingetjes die ik wel nog aan jullie wil vertellen is dat als je veel fastfood eet, dat je een stuk minder zin hebt om te gaan gymmen. Je bent een stuk luier dan normaal. Dat merk je echt met zo'n calorie challenge. Als ik geen calorie challenge doe en ik zit bijvoorbeeld op school, dan denk ik altijd van, is het bijna tijd om te gymmen? Is het bijna gym time? En als ik dit doe, dan denk ik echt van, gadverdamme, fitness, echt waar. En ja, ik heb de eerste maaltijd op. Jullie zien nu de calorieën ervan in beeld. Volgens mij best wel netjes. Rond de 4000 al. Tell me that you love me, even if it's fake, 'cause I don't fucking care at all. Been out all night, I don't know where you've been, swearing all your words, not making any sense. I don't fucking care. Let's groove tonight. Attack! Kapot. Helemaal gesloopt. Die workout die heeft me echt genekt. Ja, ik heb ook zo'n droge mond van die Burger King. Yes! Tijd voor de tweede maaltijd en die maken we thuis. Maar eerst gaan we dingen halen bij de Jumbo. Als eerst pannenkoekenmix, origineel. Uit bij Shem. Daar nog eieren bij, volle melk, maaslander, kaas. En dan de lekkerste Ben & Jerry's maar. In mijn mening, half baked. Hallo jongens, daar ben ik weer. Gefitnessed en ja, ready voor maaltijd 2! Pannenkoeken, volle melk, eieren en ik heb er zin in. Dus let's go! Je hebt er echt geen zin in. Nou, een beetje.
Yes jongens, de tweede maaltijd. Ik heb hier 4 hele dikke pannenkoeken met jam en kaas. Per pannenkoek ga ik denk ik 1 à 2 plakjes kaas erop doen met wat jam. Van deze maaltijd zie je nu de totale calorieën in beeld. Best wel veel. Na deze maaltijd zit ik dus al rond de 7000 calorieën, wat echt netjes is. Laten we beginnen met deze maaltijd. Ik heb er zin in. En ik kreeg laatst ook de tip van een kijker en dat was: probeer tijdens het eten een YouTube filmpje te gaan kijken of gewoon lekker te relaxen. Want normaal doe ik dat niet. Normaal praat ik gewoon tegen jullie. En nu ga ik dus gewoon even lekker een YouTube filmpje kijken. Natuurlijk zal ik wel gewoon tussendoor een paar dingen zeggen. Mijn reactie op de pannenkoeken, want zo, die zien er lekker uit. Ik ga lekker beginnen aan deze maaltijd, jongens. Lekker hoor. Eerste pannenkoek. Zijn echt heel erg dik. Echte beukers zijn het, jongens. Dit wordt wel even een maaltijdje die wat doorzettingsvermogen nodig heeft om te killen. Maar dat ga ik natuurlijk voor jullie doen, jongens. Ik ben een mannetje. Kaas. Met jam. Ik vind zelf kaas met jam pannenkoeken zo lekker. Dat is echt ziek. Ik vind het echt een van de lekkerste dingen die je kan eten op cheat days. Enjoy. Wel lekker, ik ga wel iets meer jam erop gooien. Ja, echt lekker. Ik ga door naar mijn stuk. Kom man. Yes. Zo jongens, het zijn wel echte beukers hoor. Wat een ding man, ik heb wel moeite met eentje. Nou, ik moet er nog 3 hierna. Man, kom op man. Eerste pannenkoek is naar binnen jongens, maar jezus. Wat een dingen zijn dit man, echt. Hoppakee, nummer 2. Let's go. Nummer 2, let's go. Dit moet ik nog op. Better get started, come on. Let's go. Oh, ik vond het zo slecht. Een van de dingen die ik echt merk met zo'n calorie challenge is dat je zoveel mood swings hebt. De ene keer ben je heel erg energierijk. De andere keer ben je heel erg enthousiast. Daarna ben je opeens super chagrijnig en super lui. Dit is echt moeilijk. Ja, en hier baal ik echt enorm van, want ik kom er net tijdens het editen achter dat de derde pannenkoek niet gefilmd is, want de camera viel uit. Gelukkig weten de trouwe kijkers wel van mij dat ik gewoon goed kan eten. En gelukkig heb ik de laatste pannenkoek wel nog vastgelegd voor jullie. Dus laten we snel verder gaan met de video. Jezus, dat is zo groot, man. Ja. Ik snap waarom sommige meisjes zo veel moeite mee hebben. Je geniet niet, jij. Gekke maaltijden. Deze man eet gewoon even een heel pannenkoekenbeslag weg. Ik heb wel zoveel zin in water tijdens zo'n challenge. Water? Water? Ja? Wil je mij vergiftigen of zo? Ja, ik ga nog wat water. Bijna jongens. Kom nog bij. Jezus. Wie kan een hele pannenkoekenslag killen? Wie? Laatste stukje. Mannetje. Hij doet het. Slik hem weg, kom op. Oh, ja hoor, hij is weg jongens. En ik heb toch die 4 beukers opgekregen. Mijn lichaam zei echt van stop ermee. Dus dat ga ik ook even doen. Ik neem even een goede tijd rust. Het enige wat ik niet echt helemaal op heb gekregen is een jampot. In deze pot zit 440 gram. En ik schat dat ik ongeveer 300 gram op heb gekregen. Ik ben echt wel tevreden, want dit zijn toch wel 2 hele dikke maaltijden die ik gewoon wel op heb gekregen. Ik geef mijn lichaam nu heel veel rust. En ik zie jullie zo weer bij de volgende maaltijd. Het is tijd voor de derde maaltijd, jongens. Ik heb hier 2 pizza's. Je ziet de totale calorieën van deze maaltijd nu in beeld. Ongeveer 1500 tot 2000 calorieën erbij. En laten we beginnen met deze maaltijd.
Daarnaast heb ik geen pizza mis, dus ik scheur hem gewoon. Echt een heerlijke pizza, jongens. Ik geniet er echt van. Met de honger gaat het trouwens best wel oké, tot mijn verbazing. Na die zoete maaltijd van net heb ik niet echt heel erg de neiging om heel erg veel te gaan drinken. Dus dit is echt top. Ik geniet weer echt een beetje en ja, het gaat wel lekker. Laatste stukje, jongens. Het is trouwens 21 over 9. Dat is best wel een tijdje geleden tot de vorige maaltijd. Die maaltijd was rond 5 uur, dus het is alweer 4 uur geleden. Ik had net serieus gewoon een beetje weer honger en dat vind ik altijd super chill. Het gaat echt weer goed en ik ben er blij mee. Ik ga lekker door. Boom. Pizza nummer 1 is op. Tijd voor pizza nummer 2. Deze ziet er nog beter uit, jongens. Wow. Ja, heerlijke pizza. Nou, het begint toch een beetje te voelen, hoor, jongens. Maar ja, we gaan door. Laatste kleine stukje, jongens. Let's go! Let's go, man. Let's go. Boom, jongens. Maaltijd nummer 3 is weg. Ik voel me best wel oké. Het einde ging natuurlijk wel iets slomer. De eerste die eet je natuurlijk makkelijk weg. De tweede wordt iets moeilijker. Maar ik ben echt wel tevreden over hoe ik het heb gedaan. En ja, ik hoef in principe nog niet heel veel meer te eten. Je zit nu met totale calorieën in beeld. In 3 maaltijden. Ik ben er echt wel trots op. Ik ga jullie gezellig meenemen naar de laatste maaltijd. Waar ik deze challenge ga finishen, jongens. Let's go. Yes, jongens. Tijd voor de laatste maaltijd. Ik heb hier een hele bak met Ben & Jerry's. Eigenlijk hoef ik maar de helft van deze op te eten. En dan heb ik hem al. Maar ja, omdat ik een beetje een mannetje ben, ga ik proberen de hele bak op te eten. Je ziet nu hier de calorieën in beeld van deze maaltijd. En dit is mijn laatste maaltijd. Hierna heb ik hem gehaald. Voor de rest heb ik niet veel meer om te zeggen. Ik denk dat ik gewoon lekker ga beginnen. Ik heb trouwens best wel veel zin in ijs. Dus ja, let's go. Heerlijk, half baked. Mijn favoriete Ben & Jerry's smaak. En ja, ik ga denk ik wel genieten van deze maaltijd, jongens. Let's go. Dit is genieten, jongens. Dit is echt top. Een lekker ijsje als dessert. Het dessert van de Calorie Challenge, jongens. Dit is trouwens de eerste keer voor mij dat ik ga proberen een hele bak Ben & Jerry's op te eten. Normaal neem ik altijd hele kleine schepjes eruit in de avond en zie ik het meer een beetje als een cheat meal. Want ik vind soms dat je ook wel een keer een cheat meal mag. Je moet niet alleen maar streng tegen jezelf zijn, soms mag je ook even uitleven. En ik doe dat vaak met zo'n calorie challenge. Normaal eet ik super gezond thuis. Dit is mijn uitleefmomentje, ik geniet er zeker van. Ik wil even een doekje pakken. Ik wil jullie niet te erg opwinden met mijn charmante smaak. Het is trouwens 10:30 en ik ben deze challenge om 11:50 begonnen. Dus dat betekent dat ik ongeveer 10:45 bezig ben. En dat vind ik op zich best wel netjes. Ik heb ooit ook een keer 10.000 calorie challenge in 10 uur gedaan op Anthony's kanaal. Check die video ook eens even, dat is ook een leuke video. Maar ik vind het best prima, ik ben er best wel trots op. Dus gaat goed, gaat lekker. En jongens, als jullie nog op dit moment zitten te kijken, kom het even mannetje. Want jij bent een mannetje als je nog zit te kijken. Ha! Ik ben trouwens ongeveer op de helft van de bak. En we gaan door, jongens. Want ik voel me nog goed. Oh, richting het einde hoor van die bak. Ben je nou nog niet klaar? Shots fired! Het is een 0,5 liter ijs. En jongens, als je dit eet, je weet wat ze zeggen. Ice, ice, baby. Ja hoor, jongens. Ik heb hem gehaald, jongens. Lekker. Dat verdoet mij, maar jullie natuurlijk ook. En daar ben ik super blij mee. Doe me goed om weer eens een keer zo'n challenge te halen. Geef me een trots gevoel, jongens. Je zit nu met totale calorieën in beeld. Ik ben er nog een beetje overheen gegaan, maar ja.
Ik zeg niks. In mijn vorige food challenge heb ik gevraagd om 2000 likes. Die hebben jullie aangetikt. En nu leek het mij leuk om voor deze video... Laten we 5000 likes doen. En dan ga ik een 12.500 calorie challenge doen voor jongens. En dat doe ik voor jullie. Ik voel me best wel goed. Ik ben trots op mezelf dat ik het heb gehaald. Dus ja, je ziet nu mijn gewicht in beeld. Het valt wel mee hoeveel ik ben aangekomen. Ik had meer verwacht, maar het viel wel mee. Daar ben ik wel blij om. En ik ga hier ook gelijk de afsluiting van de video doen, jongens. En ik wil jullie bedanken dat jullie hebben gekeken. De support die ik krijg doet me erg goed. Het motiveert me echt, jongens. Ik ga trouwens nog steeds even herhalen dat dit echt niet goed voor je is. Ik doe het puur voor jullie entertainment. En omdat dit de video's zijn die het beste op mijn kanaal pakken. Ik hoop dat jullie dat begrijpen. Doe natuurlijk even het duimpje omhoog. Abonneer. Volg me even op Instagram. @DaanVanMarcus. Mij lijkt het wel leuk om die 12.500 calorie challenge voor jullie te doen. Laten we daarvoor gaan, jongens. Dit was deze video. Ik hou van jullie en dat was hem.